Altijd ben ik weer verbaasd als je in een onderwerp duikt. Je gaat het onderzoeken. Het wordt allemaal moeilijker. Je hoopt op oplossingen, maar het wordt in feite allemaal moeilijker en gecompliceerder. Tot dan eens je weer bedenkt wat de Heer Jezus gezegd heeft. En de manier waarop hij alles, al die grote problemen weer helemaal compact gemaakt heeft tot dat grote gebod. God liefhebben boven alles. En je naast dat jezelf. Daar, telkens moet je daar weer terechtkomen. Ja, is natuurlijk ook weer niet zo eenvoudig als het lijkt. Want een vriendje of vriendinnetje liefhebben, dat is natuurlijk niet zo'n probleem. Maar als het over een vijand gaat, dan wordt het weer een stuk lastiger. Of mensen die je liever niet ziet, of liever niet tegenkomt. Of bijvoorbeeld vluchtelingen. Er zijn veel mensen die daar moeite mee hebben. Die komen hier naar ons land toe en nemen allemaal plaats in. En nemen huizen in beslag. En weet ik het allemaal. En daar kun je ook weer over nadenken. En dat moet je vooral doen. Want wat gebeurt er nou? Wat doet God misschien wel? En dan ineens kan dat licht weer schijnen van alles komt terug op het grote gebod. God liefhebben boven alles. En je naast als jezelf. En ja, dat heeft ook vooral met je eigen leven te maken. Want God liefhebben boven alles, dan krijg je een soort vraag van wat wilt u dat ik doen zal? En wat wil u dat ik doen zal? En je naaste liefhebben, dat betekent zoiets. Wat kan ik voor je doen? Nou ja, we moeten er maar over hebben. Ik hoop dat je het weet.